Goedemiddag allemaal. Welkom bij de webinar over het meten van vocht in zaden. Mijn naam is Kees van der Sar. Ik ben de product manager bij Inventech voor spectroscopieproducten. Ik stel voor, als u vragen hebt tijdens de presentatie, dat u die even intypt in de chat. Mijn collega Wendy verzamelt ze dan. En aan het einde van de presentatie zal ik ze dan beantwoorden. En als zo nodig, dan kunnen we ook gewoon een discussie hebben, dus met vervolgvragen. Maar ik denk dat het voor de flow handiger is dat we nu even zonder interrupties door het onderwerp heen gaan. Even kort over Inventech. Wij leveren analyzers om onze klanten de kwaliteit van de producten te verbeteren. En onze leveranciers selecteren we met veel zorg om zo de hoogwaardige producten te kunnen bieden. Met deze producten bieden we een creatieve oplossing, of meerdere als dat nodig is. En daar is service een zeer belangrijke schakel. Het is leuk om te weten dat Inventech dit jaar 20 jaar bestaat. En daar zijn we behoorlijk trots op. Dus nu we ons hebben voorgesteld, lijkt me dat we wel kunnen gaan beginnen. Mag ik nu even onderbreken, want de presentatie staat volgens mij voor de mensen nu echt in modus dat we mee kunnen lezen met de aantekeningen die je hebt gemaakt. Dus misschien kun je hem even... Ja. Oké, hoe ga ik dat doen? Zo dan? Ja. Helemaal goed, dankjewel. Oké, maar is goed. Dankjewel. Zoals jullie als de meeste van jullie wel weten, het vocht in zaad is een belangrijk parameter. Het vochtgehalte wordt onder andere gerelateerd aan de rijpheid, de optimale oogsttijd en ook de pathogene besmettingen. Maar het vochtgehalte bepaalt vooral de houdbaarheid. Te hoog en de kans op schimmel, maar te laag, dat zou de zaden kunnen beschadigen. Dus het droogproces moet optimaal zijn en moet worden gecontroleerd op de efficiëntie. Nou, de vraag is nu, wat is nu de beste methode om vocht te kunnen bepalen in de zaad? Nou, in het algemeen... even kijken hoor, wat... over het algemeen is de loss on drying de meest gebruikte methode voor vochtanalyse. We hebben hier eigenlijk vijf en die worden in het algemeen veel gebruikt. Ze zijn de big five, zoals ik ze altijd noem. Maar voor vocht, specifiek voor vocht in zaden, is de droge loss on drying eigenlijk de officiële methode, als je dat tenminste met de oven doet. Nabij infrarood wordt ook heel vaak gebruikt in allerlei applicaties, maar je ziet het ook dat het wordt gebruikt voor de vochtmeting in zaden. Dan hebben we nog de capacitatieve of de gelijkbaarheid. Ja, die wordt eigenlijk veel gebruikt in de houthandel en in de bouw. Ik vertel je daar straks even wat meer over in hoeverre dat geschikt is. Een calvisie titratie, ja, dat is echt de scheikunde. En dan hebben we daarin nog de microgolfresonantie. Ja, dat lijkt heel erg op neer, dus op de nabij-infrarood. Maar er zijn wel zeker verschillen. En ik hoop je daar vanmiddag meer over te kunnen vertellen. Goed, laten we wat dieper naar deze technieken kijken. En dan beginnen we met de droge, hè, loss on drying, zoals we dat noemen. En zoals ik al zei, dat is de officiële methode voor het bepalen van het vochtgehalte in de zaden. Het werkt als volgt, voor degenen die het niet weten. Er is een gewogen hoeveelheid zaad. Dat doen we in de oven bij zo'n 103 graden. En dat laten we staan, ja, overnacht, misschien wel 18 uur, 17 uur. En we halen het er dan weer uit en dan wegen we het weer. En dat verlies aan het gewicht is dan een hoeveelheid vocht wat in het monster zat. Ja, en met het ingewogen gewicht, als je dat weet, dan kun je dus berekenen hoeveel procent vocht er in het monster zat. Ja, deze bepaling duurt erg lang, hè, dus ik zou al 17 of 18 uur. Het alternatief is het te doen met een vochtbalans of een halogeendroger, zo wordt het ook wel genoemd. Wat we daar doen is, we kiezen een hogere temperatuur, zo'n 130 graden soms wel. Het is wel sneller, maar het kan toch al gauw een uur duren. Ja, hier hebben we dus de oplossing met nabij-infrarood. Die is dan een stuk sneller, echt heel veel sneller. In enkele seconden heeft u het resultaat.
Het uitvoeren van de meting is erg gemakkelijk. Hè? Dus dat kunnen gewoon de mensen doen die aan het proces staan. En alleen de methode die ontwikkeld moet worden, dat is een stuk ingewikkelder. Ik zal uitleggen waarom het zo is. Het nabij infrarood licht, of ja, het is eigenlijk elektromagnetische straling, maar laten we het even voor licht noemen. Die heeft langere golflengtes dan het zichtbaar licht wat wij nu met onze ogen kunnen waarnemen. En de golflengtes zijn ruwweg zo'n 700 tot 2500 nanometer. In dit gebied is er een aantal golflengtes waar water absorbeert. En ik noem er eentje als voorbeeld, dat is de 1400 nanometer. En volgens de wet van Lambert-Beer is de absorptie van licht evenredig aan de concentratie van water in dit geval. Nou, in het linker gedeelte van deze dia ziet u een aantal spectra van verschillende monsters over elkaar heen gelegd. En u kunt dus ook wel zien dat daar verschillen in zitten. En sommige van die verschillen die worden veroorzaakt door verschil in vocht. Maar goed, er zijn nog veel meer absorpties. Om maar even te noemen, de koolwaterstoffen. Die zitten er ook in. En er zijn heel veel van die pieken die erin zitten, die overlappen elkaar nog eens een keertje. Maar die overlappen dus ook met uw waterpieken. Dat noemen we eigenlijk vaak matrixgevoeligheid. Hè? Dus wanneer dus het monster anders is dan waar je het op een instantie hebt gemeten, dan geldt uw calibratie ineens niet meer. Nou, dat kunnen we aardig opvangen door gebruik van chemometrie. Dat zijn op zich allerlei ingewikkelde berekeningen. Maar in principe is het wat hier links onderin staat. Dus een hoop lineaire algebra. Ik ga er nu even niet verder op in. Als je daar wat meer van wil weten, dan laten we dat even in een aparte sessie doen. Maar goed, als we eenmaal zo'n model hebben opgesteld, dan ben je daar nog niet mee klaar. Dan is het gebruikelijk om daar onderhoud op te blijven plegen. En dat betekent eigenlijk het toevoegen van monsters die eigenlijk niet goed door het model werden voorspeld. En dus die voegt hij dan toe aan het model, zodat het model daar ook op getraind is. En je moet het model dan weer opnieuw gaan berekenen. Maar goed, dat allemaal terzijde. Nabij infrarood is ook kleurgevoelig. Hè? Dus aan de basis staat de reflectie van het licht. En als je dan zwart zaad hebt, dan is er dus niet veel wat aan het licht wordt gereflecteerd. Dus dat betekent dus dat de signaal-ruisverhouding behoorlijk terugloopt en dus de gevoeligheid van uw meting behoorlijk in het gedrang is. Maar goed, de volgende is die we nog even wilden bespreken was de geleidbaarheid of de capacitatieve meting. En het principe is eigenlijk gewoon geleidbaarheid van water. Dus hoe meer water, hoe makkelijker er een elektrische lading tussen van de ene naar de andere elektrode kan. Het is ook een supersnelle methode, maar deze is ook heel sterk matrixafhankelijk en kent een hele lage nauwkeurigheid. Over het algemeen kunnen we stellen dat dit niet geschikt is voor analytische methodes en dus ook niet voor deze applicatie. Nou, coefficientrisatie, wat ik net al zei, dat is echt scheikunde in de reinste vorm. Wat daar eigenlijk gebeurt is dat watermoleculen in uw monster reageren met een jodiumoplossing. En die jodiumoplossing die voegt u langzaam toe aan het reactorvat. Nou, als al het water in de reactorvat, dus al het water wat uit uw monster komt, opgereageerd is, dan komt er dus jodium vrij in de oplossing. En dat punt, dat detecteren we dan. En we hebben bijgehouden hoeveel jodium we hebben toegevoegd. En op die manier kunnen we berekenen hoeveel water in uw monster zat. Deze methode is eigenlijk goed bekend als zijnde zeer gevoelig en zeer nauwkeurig, als je dat goed kan uitvoeren. Het is vooral geen snelle methode. Het is ook een destructieve methode. Maar goed, met alle voorbereidingen ben je al gauw een uur bezig. En het is vaak lastig om je monster goed in oplossing te krijgen. Want dat is wel belangrijk. Dus dat die watermoleculen uit je monster goed in het reactorvat worden opgelost. Goed, over het uitvoeren van de titratie, er bestaan automaten voor, maar toch heb je daar wel een chemisch analist voor nodig. En ja, bedenk dat de arbeidskosten behoorlijk kunnen oplopen, maar ook de aankoop en afvoer van uw chemicaliën.
Nou, als laatste van de Big Five is het, wil ik nog even over microgolfresonantie spreken. Nou, en dat werkt eigenlijk als u een magnet omkruist. Alleen we gebruiken een veel lager vermogen. Hier gebruiken we milliwatts. En bij u in de keuken staat er een magneton die wel tot een kilowatt gaat. Door dat lage vermogen is het dus ook niet destructief. Er verandert dus niets aan uw monster. Nou ja, we gebruiken die bekende 2,4 gigahertz, wat een specifieke frequentie is om watermoleculen te laten resoneren. Nou, dat resoneren dat kost energie en dus is een energieafname en die meten we. En die is dus ook proportioneel met de hoeveelheid vocht. Nou, dit is ook een hele snelle methode. Het is echt secondenwerk. En het kan nauwkeuriger zijn dan bij infrarood. Als je daar kijkt tot de standaard deviatie eigenlijk, makkelijk onder de 0,3% komen. Ik zal daar later nog even wat meer van laten zien. Het is vooral minder matrixgevoelig, veel minder dan bij infrarood. En het is kleurenblind. Wat ik daarmee bedoel is dat het maakt niet uit welke kleur uw monster heeft. Dus als het zaad zwart is, is er geen enkel probleem om dat met microgolfresonantie te kunnen meten. Nou, hoe verhouden ze zich nou een beetje bij elkaar? Ik heb hier een diagram getekend waar de snelheid van meting is uitgezet tegenover de nauwkeurigheid. En aan de linkerkant ziet u de loss on drying en de calvisitatie staan als zijn een zeer lange methode. De andere drie aan de rechterkant zijn snel. En wat vooral opgemerkt kan worden is dat de snelheid niet per se ten koste hoeft te gaan van de nauwkeurigheid. En dan kort gezegd, de calvisitatie is het meest nauwkeurig, geleidbaarheid is het meest onnauwkeurig. Droog is het traagst en microgolfresonantie is het snelst. Maar goed, dit zijn niet alle verschillen. Ik heb er nog wat onder elkaar gezet, wat ik denk dat economisch gezien toch wel heel belangrijke factoren zijn. Om even te beginnen, de destructiviteit van de methode. Nou, die geeft aan wat er gebeurt met uw monster. Als het niet destructief is, kunt u dus het monster gewoon verder gaan gebruiken in de productie. Of je kunt zelfs de methodiek inline toepassen. Maar goed, wat een ander aspect is natuurlijk, het kosten voor aanschaf uiteraard. En het gebruik is natuurlijk ook belangrijk. Bijvoorbeeld Carl Fischer titratie heeft al spullen nodig. Hè, wat ik al zei, een glaswerk, titratiestation en chemicaliën. Maar ook een chemisch analist. Ik denk daarbij ook even dat chemicaliën een veiligheidsissue kunnen veroorzaken. Nou, verder wat is belangrijk hoe betrouwbaar is uw analyse. Dus uitgedrukt in de matrixafhankelijkheid. En daarbij is het natuurlijk dat iedere techniek ook een bepaald bereik heeft. Een dynamisch bereik. Bij calvisitatie is dat eigenlijk heel ruim. Want het is gewoon een kwestie van verdunnen. En bij het drogen is dat een kwestie van tijd. Dus hoe langer we hem in de oven zetten, hoe meer water we kunnen laten verdampen. Nou, de geleidbaarheid is niet zo gevoelig en dus heeft het daarom ook een beperkt bereik. Daarbij infrarood heeft dan een bereik wat typisch is tussen de 1% vocht en de 80% vocht in vaste stoffen. Moet ik daar even bij zetten. Microgolfresonantie zit zo'n beetje tussen de 0,1% en de 20%. Dat zijn allemaal vuistregels, er zijn uitzonderingen die wellicht wat oprekken. Maar goed, dus in de praktijk is dus de geleidbaarheid en de capacitatieve meting niet betrouwbaar genoeg. En ik ga hem ook dus niet meer behandelen vanmiddag. Ik ga er niet meer over praten. Goed, nu we weten welke opties we hebben en welke het beste zou kunnen passen, zijn er nog wel wat andere aandachtspunten. Zoals waar wil je eigenlijk gaan meten? Wil je in het lab gaan meten? Wil je headline of zelfs inline gaan meten? Maar niet alleen dat, maar waar in het proces wil je meten? In de aanvoer, na het drogen of bij het verpakken? Daarbij kon ook nog kijken, ja, wat deeltjesgrootte, hoe groot zijn ze? Nou, ik ga daar straks even verder op in. Is zo'n deeltje homogeen? Is uw monsternaam al homogeen? Ja, wat voor kleur heeft hij? Dus ik had net al over zwart en daarbij infrarood zijn nou niet van die hele goede combinaties. Maar ook hoe zit de chemie in elkaar? Dus bijvoorbeeld een metaal kan niet worden gemeten met een microgolfresonantie. Nou, dat is natuurlijk bij zaden geen probleem. Maar dat zijn wel, het zijn alleen maar voorbeelden van afwegingen waar je ook zeker even stil bij moet staan. Verder gaat het even over uw proces, hè, over het vochtgehalte in uw product, in het zaad in dit geval.
in gedurende de tijd. Ja, als uw vochtgehalte eigenlijk altijd hetzelfde is, ja, dan hoef je eigenlijk ook niet te meten, hè, als je toch weet dat het altijd hetzelfde niveau is. En dan hoef je ook niet vaak een mos te nemen en dan mag de meting ook gewoon lang duren. Dat is natuurlijk aan de ene kant van het spectrum en vaak in de praktijk ook helemaal niet haalbaar. Maar goed, aan de andere kant heb je dus ook over welk vochtbereik hebben we het, of verandert dus het proces, dus welk dynamisch bereik hebben we daarbij nodig. Hoe vaak wil je gaan meten? Als u elk kwartier wil gaan meten, dan kunt u beter een snelle methode gaan kiezen. En bovenal is het natuurlijk ook heel belangrijk, wat is het budget wat u kunt besteden? Goed, we hadden het net even gezien over het meten van de deeltjes. En dan bedoel ik hier deeltjes in vergelijking met poeders, waar ik even wil definiëren dan een poeder, een fijn poeder, geen deeltjes zijn. Dus alles wat groter is dan een poeder, zijn dus deeltjes. Dus met zaden hebben we eigenlijk altijd wel te maken met deeltjes. En als we te maken hebben met deeltjes, dan ligt de heterogeniteit te loer. Of het niet homogeen zijn van uw mossen. Of zelfs het niet homogeen zijn van een deeltje. Een deeltje kan namelijk heel anders zijn dan het andere in heel veel aspecten. Zoals grootte en vorm, maar ook zeker chemisch. En niet in de laatste plaats ook het vochtgehalte. En dan heb ik het ook niet alleen over de deeltjes onderling, maar ook in het deeltje zelf. Als we hier nou even kijken aan de linkerkant, dan zien we dus een grafische voorstelling van een bolvormig deeltje. En daarnaast een vochtprofiel over de doorsnede van het deeltje. En die ontstaat tijdens het drogen. Daar kunt u niks aan doen, dat is gewoon dus natuurkunde, natuurwetten, niks aan te doen. Natuurlijk gaat dat door de tijd zich wel weer nivelleren door diffusie, maar dat is absoluut geen snel proces. Dat is echt heel lang. En als u daarop wil vertrouwen, dan zou ik aangeven dat u dat beter maar niet kan doen. Want er zijn heel veel studies die aantonen dat massatransport heel erg langzaam kan gaan. Hè. Dan hebben we het echt soms al over maanden om dat weer binnen zo'n deeltje te nivelleren. Goed. Even terug naar het deeltje. Ik weet dat zaden niet bolvormig zijn, maar goed, even dit ter illustratie. En daar komt ons bij dat ik heb het hier over een deeltje, maar het kan natuurlijk ook een stapeling van deeltjes zijn. Dus bijvoorbeeld meerdere zaden bij elkaar. En dan als je dus alleen de buitenkant daarvan zou meten, dan zegt dat alleen iets over de buitenkant en dus niets over de binnenkant. Dus niets over in het zaadje of in de pakking van zaden. Goed, en dat brengt dus dan bij het probleem van wanneer we de metingen doen. Laten we even het belangrijkste hier toch even weghalen. Later dus eigenlijk de monsternaam op zich. Want ja, hoe weet u nou dat uw monster representatief is voor uw hele batch? Maar goed, laten we dat even daar. Maar stel je voor dat u een meting doet waar u alleen maar de buitenkant van deeltje ziet of alleen de buitenkant van uw pakket of packing van zaden. Nou, bij neer is dat een bekend probleem. En neer heeft gewoon geen diepe indringdiepte en we hebben het echt over maximaal een millimeter of twee. En dus uiteindelijk meet je alleen maar aan de buitenkant van het deeltje. Het vochtprofiel, met het vochtprofiel in het achterhoofd betekent dat dus eigenlijk dat u vaak dan geen representatieve meting hebt. Nou, als het vochtprofiel altijd hetzelfde zou zijn in het deeltje of in de pakking, dan komt dat wel goed met het kalibreren. Met een referentiemethode die wel representatief is voor uw monster. Maar helaas, dat profiel is vaak niet hetzelfde. En dat verschilt over allerlei vormen en pakkingen en diktes en wat dan niet. Dus ga er maar vanuit dat het eigenlijk nooit hetzelfde is. Waardoor het eigenlijk als je alleen maar aan een oppervlaktemeting heeft, dat u nauwkeurigheid van de meting achteruit gaat. Ja, er is wel een manier om daar omheen te gaan. En dat betekent dat gewoon het malen van uw monster. Dan vangt u dat wel op. Maar dat wordt eigenlijk nooit gedaan. Zeker niet ik heb het nooit gezien. Bij de zadenindustrie. En daar komt nog eens bij. Als u het maalt, dan denkt u het ene hebben we opgelost. Maar dan komt het andere weer. Want tijdens het malen verliest u een ongecontroleerde hoeveelheid vocht. Dus dan introduceert u weer een variabele. Nou, bij microgolvenresonantie kent u dat probleem niet. Niet alleen is de indringdiepte veel groter. Hier hebben we het over centimeters.
Maar ook het meetoppervlak is groter. Dus u ziet meer product en dus meer een groter representatief monster. Het grote voordeel is dat ook microgolfresonantie specifiek is voor water. En dus geen last heeft van overlappende absorpties, zoals bij infrarood. Nou, door de grote indringdiepte ontstaat er wel weer een nieuw probleem. En dat is het verschil in dichtheid. En daar bedoel ik mee hoeveel materie er in de sensor zit. En als we dat even met een pakking van deeltjes even gaan illustreren, dan betekent dus als die pakking dichter is, dat betekent dus dat er een grotere hoeveelheid watermoleculen in de sensor is. En dus wordt er een hoger vochtgehalte gemeten door het sensor. Dus we zouden moeten gaan compenseren voor dichtheidsverschillen, willen we daar een betrouwbare meting uit halen. Nou, de analyzers van Theos, die wij voeren, die hebben een gepatenteerde methode om de vochtgehalte te compenseren voor dichtheidsverschillen. Hierdoor ontstaat vooral die hogere nauwkeurigheid. En dat is heel prettig. Verder is microgolfresonantie afhankelijk van de temperatuur. En, want hoe hoger de temperatuur, hoe makkelijker watermoleculen zich kunnen bewegen. Dus hoe makkelijker ze ook de microgolven kunnen absorberen. Nou, een beetje een vuistregel is als de temperatuurverschillen meer dan plus of min 5 graden is. Dan is het belangrijk dat we ook een temperatuurcompensatie gaan doen. Die compensatie die gebruiken we gewoon in het opzetten van de calibratielijn. En de software berekent dan de compensatiecoëfficiënten. Nou goed, ik had al aangegeven dat het nadeel is van microgolven, of waar microgolvenresonantie niet bruikbaar is, is dat bij geleidende stoffen. Dat geldt dus niet bij deze applicatie. Het dynamisch bereik is ook kleiner dan bij infrarood, 0,1% tot 20%. Maar ook in deze applicatie is dat absoluut geen issue, voldoet prima. Dus hiermee presenteert het zich als een zeer aantrekkelijke optie. Maar laten we nou eens even kijken hoe die microgolfresonantie werkt. Nou, we weten al dat het een heel laag vermogen is, hè, dus het is niet destructief. En ja, de werking is dus analoog aan uw magnetronruis. De watermoleculen resoneren met de microgolven en absorberen dus de energie. Omdat we een laag vermogen gebruiken, is er dus geen warmteontwikkeling. En dat is een belangrijk punt. Dus daarom kan ik ook stellen dat er geen verandering van uw monsters gebeurt. Dus het niet destructief is. Kijk, als de sensor leeg is, dan ziet de piek er zo uit. Een smalle frequentieverdeling met een hoge amplitude. Bij het vullen van de sensor met monster, dan zien we een demping van de piek door water. En dat is precies wat we verwachten. Maar wat we ook zien is dat er een verschuiving is in de frequentie van de resonantie. En als we nu kijken, als we een monster hebben met een constante vocht en we variëren dan hoeveelheid monster in de sensor, dan zien we dus dat de verschuiving en de demping van die pieken op één lijn liggen. Dus dat is helemaal proportioneel aan de loading van de sensor, dus hoeveelheid monster er in de sensor zit. Monsters met dezelfde dichtheid, maar met verschillende vochtgehaltes, dan zien we dat effect niet en het is dus disproportioneel. Nou, als we de demping van de amplitude van de piek uitzetten tegen de verschuiving van de frequentie, dan zien we een grafiek ontstaan zoals je dat hier ziet. Daar ziet u dus die rode puntjes op een lijn en dat zijn dus de verschillende dichtheden van het monster, of dus de hoeveelheid monster dat aangeboden is aan de sensor. En dat ligt gewoon op één lijn. Dus verschillende golflengtes die herkent u door het variëren van de hoek van de lijn. Goed, dat gezegd hebbende, hoe gaat het nou in de praktijk? Microgolfresonantie is een indirecte methode. Dus niet zoals met het gebruik van de oven of met een koolfiets-titratie. Dus dat betekent dat we moeten gaan kalibreren. En voor de kalibratie is het vooral belangrijk dat er een nauwkeurige en betrouwbare referentiemethode is.
Want hoe groter de spreiding op de referentiemethode, hoe onnauwkeuriger uw microgolfresonantiemeting zal zijn. En dat is algemeen voor alles wat u wil kalibreren, maar dus ook voor microgolfresonantie. Maar per definitie betekent dus dat uw microgolfmeting nooit nauwkeuriger zou zijn, kan zijn dan uw referentiemethode. Nou, voor de kalibratie gebruiken we meestal eigenlijk de klassieke droger, hè, dus zeker bij zaden. Dus gewoon eigenlijk de ovenmethode. Ja, willen we een andere methode gebruiken? Ja, prima, maar dan moeten we wel zeker weten dat die goed gevalideerd is. En ook belangrijk is dat er geen verandering is in het vochtgehalte tussen monsternamen en vochtbepaling. En dat is toch echt wel een vaak onderschat probleem. Vandaar dat ik het hier even benadruk. Goed, we gaan dus drogen, loss and drying, en dat is hierbij ook de goedkoopste methode. Het aandachtspunt is natuurlijk wel, met drogen in het algemeen, is het alleen maar water wat ontsnapt. Zijn er geen vluchtige componenten die ook uit uw monster gaat, of is er een verbranding aan de hand? Nou, bij 103 graden zal dat allemaal wel meevallen qua verbranding. maar als u daar een droogbalans neemt, of dan moet u daar zeker wel op letten. Hoe dan ook, er zal toch iets van een methodeontwikkeling zijn, of eigenlijk meer een validatie van de methode. Is de bepaling ook echt, geeft u ook echt wat u verwacht had, wat eruit zou moeten komen. Dus u moet, ja, en dat heeft te maken van hoeveel moet u inwegen, hoe lang moet die drogen en op welke temperatuur. En vaak is daar de verleiding groot om te zeggen, ja, dat moet natuurlijk zo snel mogelijk. En dan ontstaat er toch een vaak wordt er dan een hoge temperatuur gebruikt of wordt er weinig ingewogen. Omdat dus met weinig inwegen heb je dus een niet representatief monster wellicht. En met hoge temperatuur loop je dus het risico dat er verbranding optreedt of dat er een onvolledige droging is. Nou goed, hebben we eenmaal die referentiepunten vanuit het laboratorium gekregen, dan kunnen we die inzetten in de microgolf analyzer. Maar hoe gaat het nou eigenlijk? Wat we eigenlijk in praktijk doen is eerst het monster meten met de microgolf analyzer, want het is een niet destructieve methode. We slaan die meting op zonder dat er een referentiewaarde tegenover staat en we sturen het monster op naar het lab om daar vervolgens de vochtgehalte te laten bepalen. En wanneer dat terugkomt, hè, dat is vaak dus dan de andere dag of misschien zelfs 2 dagen daarna, dan voeren we het vochtgehalte naast de meting die we op hadden geslagen, die voeren we daarbij in. En als we daar zo'n een aantal van die metingen hebben over een bepaald dynamisch bereik, dan kun je een mooie lijn trekken zoals je dat hier aan de linkerkant ziet. Nou, in tegenstelling tot nabij infrarood hebben we hier eigenlijk gewoon te maken met een univariate calibratie. Dus gewoon tweedimensioneel, helemaal niks moeilijks aan, geen moeilijke berekeningen. Dit zijn berekeningen die je ook gewoon in Excel zou kunnen doen. Goed, en hoe ziet zo'n instrument er dan eigenlijk uit? Nou, we hebben daar 2 soorten in. Helemaal linksboven, dat is de MW1150 en dat is een standalone systeem. Is heel robuust, heeft maar een beperkt aantal knoppen en dus is heel eenvoudig te bedienen. De sensor is ingebouwd en die moet u kiezen bij aanschaf. Je kunt daar later niet een andere sensor in willen kiezen. Het aantal calibraties is maximaal 30. Dat is vaak genoeg. Maar wilt u daarvoor meer gebruiken, hè, of u wil kunnen wisselen met sensoren, dan is de MW4300 flexibeler. Dat is die u daar aan de rechterkant ziet. Daar kunt u eenvoudig de sensor wisselen. Dus je kunt gemakkelijk van de ene naar de andere sensor wisselen. En dat is belangrijk om te werken met de juiste volume en met de juiste gevoeligheid. En je kunt zo'n sensor dus wisselen. En dat kunt dus ook na de initiële aanschaf. Dus je kunt beginnen met 1 sensor en dan zeggen na een verloop van tijd, ja, ik wil toch die andere sensor er ook bij. En dat is dan geen enkel probleem. En het is zelfs nog zo, als u verkiest om de analyzer te hebben uitgerust met een multiplexer, kunnen de 2 sensoren gelijk aan een analyzer worden gekoppeld. Maar u kunt er maar 1 tegelijk gebruiken. En in uw methode die u in het instrument ingeeft, geeft u aan met welke sensor er gemeten gaat worden. Nou, hier kunnen dus wel 200 calibraties in worden opgeslagen.
En voor zaden kennen we eigenlijk twee sensoren, waar ik nog even zeggen. We gebruiken een sensor met een 20 mm doorsnede voor kleine zaden. Dat ben ik nog vergeten te zeggen. Zo'n sensor is in dit geval een cilindrische sensor. Dus we hebben dan een 20 mm doorsnede. Die gebruiken we voor de kleine zaden. En dan zijn we dus ongeveer 15 milliliter aan vulvolume. Het is een hele gevoelige sensor. Immers, want er is ook weinig materiaal wat die kan meten. En we gebruiken dan een 40 mm doorsnede sensor voor de grotere zaden. En dan hebben we een vulvolume van zo'n circa 150 milliliter. Dit is even een calibratie uit de praktijk. Dit is een calibratie van pepers. En ik heb daar even ook even ingeplakt wat statistische gegevens van die lijn zijn. En u ziet dat daar behoorlijke goede resultaten uitgehaald kunnen worden. Dus de standaarddeviatie op deze lijn is ongeveer 0,1%. Nou, dat is iets waar ik van droom als het gaat op het gebruik van nabij-infrarood. Dit is gewoon een hele goede calibratie. Het is niet zo eentje dat je zegt van oh, dit is het beste van het beste. Dit is een hele typische. Goed, laten we het even samenvatten. Vochtmeten in zaden is erg belangrijk, maar kan nogal lang duren. Nabij-infrarood of microvolgresonantie zijn hele snelle methodes. Waarbij aangemerkt moet worden dat nabij-infrarood lastig is om te kalibreren. Door de chemometrie die je moet gebruiken. En het is slechts een oppervlaktemeting. Microgolfresonantie is is minstens zo snel als nabij-infrarood. En is zeer nauwkeurig door zijn grotere indringdiepte. En is geschikt voor kleine en grote zaden, maar ook voor zwarte zaden. Dus die kun je daar goed mee meten. Goed, ik kom hier aan het eind van deze webinar. Wilt u wat meer weten? Ja, wel gerust, stuur een e-mail of kijk even op de website. En voor nu ben ik bereid om wat vragen te beantwoorden. En ik richt me even tot mijn collega Wendy. Wendy, zijn er vragen? Ik heb nog geen vragen gezien in de chat. Maar wat ik wel even ga doen is, ik ga iedereen individueel even vragen of er vragen zijn. Dan kunnen ze gewoon die rechtstreeks stellen. Ik begin met de heer Danenberg. Ik heb u nu zeg maar op spreken gezet. Dus mocht u vragen hebben, dan kunt u ze stellen aan Kees. Ja, nee, een interessante ontwikkeling dit. Het was vrij duidelijk en ik heb er verder geen vragen over. Dankjewel. Oké, vriendelijk bedankt. Ik weet niet of ze... Ik ga mevrouw Van Oers vragen of zij vragen heeft. Maar nee, die heeft geen vraag op het moment. Ik heb meneer Cor Kuijn, die heeft in ieder geval een vraag. Dus die ga ik nu... maar die heeft zichzelf, zeg maar, gemute. Dus die kan ik geen vraag stellen. Maar ik heb hier wel een vraag, zeg maar, die hij heeft opgeschreven. Zijn er ook voorbeelden van inlijnmetingen met microwave, vraagt de heer Kuijn. Ja, die zijn er zeker. Maar niet voor zaden. Inline meer wordt heel veel gebruikt voor allerlei andere toepassingen, zoals farmaceutische, maar ook zeker in de diervoeding. Dus die worden en alle andere voedingen, dus als koffie of chocola. Daar zijn er heel veel zaken voor, heel veel voorbeelden van. Maar voor zaden heb ik het nog niet gedaan. Nee. Nee. Mooi zo. Oké. Okay. Nou, vriendelijk bedankt. Ik sta wel open voor, dus als je daar meer over wil weten, dan kunnen we daar wellicht wel over praten. Oké. Nu is het ook zo dat we hebben op de site ook meer webinars staan, hoor. Dus daar kunt u eventueel ook een kijkje nemen. En er wordt ook meer gezegd over inline metingen met de microwave technologie. En dat is gewoon onze site inventech.nl en dan /NL en dan / webinars. Meneer Geluk, heeft u vragen?
Ja, ik heb wel een vraag. Ik zag net dat de calibratie wordt eigenlijk gedaan gerelateerd zeg maar op de vochtmeting. Op de standaard vochtmeting, gewoon met een balans en een stoof. Maar is het nodig om voor ieder verschillend gewas een aparte calibratielijn te maken? Ja, daar komt het wel op neer eigenlijk. Ja. Er zijn natuurlijk wel overeenkomsten. Als ik even uit mijn hoofd zeg, pepers en paprika, zie je dat het heel erg sterk op elkaar lijkt. Dat kan vaak wel op een calibratiemethode. Maar ik wil je daar geen valse hoop geven. Het is eigenlijk in de praktijk dat je elk type zaad op een aparte calibratielijn doet. Ja. Oké, dank u wel. Oké, en meneer Wegman. Ik heb alleen twee keer een meneer Wegman. Ik denk dat er iemand op zijn account mee heeft gekeken. En volgens mij zijn er verder geen vragen, want deze heeft hem niet openstaan. Ja, dan wilde ik eigenlijk het webinar af gaan ronden, Kees. Prima. Als er verder geen vragen zijn. We gaan in ieder geval iedereen zeg maar een recording sturen van het webinar. En u krijgt ook de presentatie van Kees nog even toegestuurd. Dankjewel, Wendy. En dankjewel voor uw aandacht.